Goedenavond kijkers in de zaal en Piet in je praatstoel. Vandaag staan we hier in het ijsstadion van Lommel, waar we samen met de sportdienst en honderden kinderen in onze eerste lessen schaatsen gaan volgen. Op het einde hebben we weer een prijsvraag voor de mensen in de zaal, dus goed opletten en veel succes! Jullie zijn vanmorgen opgestaan en je dacht, nu gaan we schaatsen en nu gaan we iets fatsoenlijks eten. En wat hebben we toen gegeten? Een boterham met vlees. Met veel vlees? Nee, toch wel lap. Boterham met spek. Met spek, dat had ik verwacht. Wat moet je allemaal aandoen om te schaatsen? Een muts, handschoenen, een trui, een schaatsen. Ik heb geen bevroren tenen. Nee, ik heb 2 paar sokken aan. Weet jij waarom schaatsers hè, hun hand op hun rug houden als ze zo'n lange marathon of zo moeten schaatsen? Dan gaat ze sneller vooruit. Gaan ze sneller vooruit en als ze in de lucht steken, gaat dat dan niet sneller? Dan zijn ze gewonnen. Ah, dan zijn ze gewonnen. Vind jij schaatsen gevaarlijk? Soms en soms niet. Wanneer vind je het gevaarlijk? Als het heel druk is en dan met die scherpe schaatsen als je geen handschoenen aan hebt. Dus je moet handschoenen aan hebben om hier te schaatsen? Ja, anders. En dan bloedt het wel, maar anders, als je geen handschoenen aan hebt, dan zijn die vingers eraf. Nee, dat is tegen de kou. Jij valt niet meer? Jawel, soms. Is dat het eerste jaar dat jij komt schaatsen? Nee, de vierde keer al. Al de vierde jaar? Dan ben je een hele goeie. Ja. Jij valt natuurlijk niet meer. Oh, 51 keer daar al gevallen. 51 keer vandaag en we hebben u niet in beeld gehad. Hoe kan dat? Dat weet ik niet. Ik lag meer op die rond als het dek rijdt. Is dat de tweede keer dat je hier komt dan? Nee, dat is een vierde keer. Dan kun jij al heel goed schaatsen en dan val je nooit meer. Ja, maar ik ben toch wel straks gevallen. Hard? Deed geen pijn? Waar zijn uw handen? Hier. Oh. Heb jij kou? Nee. Hoe komt dat? Omdat we hier kunnen zijn. Het is hier -10, zo'n man. Alhoewel, ik zie toch geen venster open staan. Dat is waar. Maar ja, hier is ook geen verwarming, hè? Maar ja, het is ook maar een houten dakje. Ik heb nog een laatste vraagje, maar dan moet ik mijn papieren bij halen, want ik ben het bijna vergeten. Op oud ijs vriest het licht. Kunt je mij zeggen wat dat is? Spiegelglad is. Ik weet dat niet. Zo kunnen. Dat je op oud ijs beter kunt schaatsen. Op oud ijs vriest het licht. Als je op het ijs kan oppassen dat je niet dat je nergens doorvalt of zo. Weet jij wat het gezegde wil zeggen? Op oud ijs vriest het licht. Nee. Moet ik eens 3 mogelijkheden geven? 1. Een oud liefde vrijt je vlugger terug mee. Of 2. Iemand met veel geld die heeft er vlugger geld bij als je op de bank zet of zo. Of 3. Oude mensen worden vlugger ziek in de winter. Op oud ijs vriest het licht. Oude mensen zou worden vlugger ziek in de winter. Dan krijg je een oud liefde, als ik dat kwijt zit, dan krijg je vlucht terug. Heb je daar ervaring mee? Wow, ja. Oké, goed. Bedankt voor de gesprek.